Wat ik eigenlijk elke zondag doe, is gewoon even een lekker rustmomentje. En dat heb ik gewoon even vandaag lekker gepakt. Maar ik heb even laat eten opgezet. Super tof dat ik kijk naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker, lekker gedoucht ook nog. Oh, heerlijk is dat. Maar behalve dat dit het is. Oh, heb ik dat ook nog. Zo. Even haren kammen. Heerlijk om lekker haren te kammen te hebben. Zo. En dan ga ik klaarmaken om lekker wakker te worden. Om lekker koffie te drinken. En Gaia die loopt te mouwen. Maar ik ga nu, wat ik al zei, een bakje pleur zetten. Ja, jij komt ook zo aan de beurt. Jij krijgt zo ook broodjes, kan je? Ja, komt goed. Zo. Net heerlijk geslapen. Het zonnetje schijnt nu natuurlijk. Nee, ik denk niet. Het heeft al heel veel zonnig geschenen natuurlijk deze week terug natuurlijk. Maar toch schijnt de zon. Ik ben benieuwd of het gaat regenen vandaag. Denk ik niet. Maar het kan ook weer wel. Het kan ook weer zijn van wel. Dus. Maar dan ga ik nu even lekker koffie zetten. En Gaia, ik ga jou nu lekker broekjes geven, jongen. Ja. Dat ga ik niet doen. En ik moet sowieso vandaag naar de winkel voor Gaia. Voor katten eten. Zo. Zacht voor is er bijna op. Ja, alsjeblieft jongen. Zo, dat is ook gedaan. Dan ga ik nu lekker achter de computer zitten om te editen. Ik heb net lekker eten gehaald. En dat lekkere zijsbroodje waren in actie. Dus die ga ik lekker nemen. Ga ik die even opwarmen. En dan lekker van genieten. Ik ben even met Rick even naar de supermarkt geweest. En Rick heeft heel eventjes gezeten. En nu ga ik even snel eten. Want ik heb best wel trek eigenlijk namelijk, dus gelijk wil ik dat even doen. Lekker even eten en daarna avondeten ook nog. En het is echt enorm benauwd, dus ik zet even lekker ventilator aan. Dan kan het even lekker koel worden hier zo in huis. Wat ik eigenlijk elke zondag doe, is gewoon even een lekker rustmomentje. En dat heb ik gewoon even vandaag lekker gepakt. Maar ik heb even laat eten opgezet, want het is nu al een uur of negen bijna. En mijn eten is nu net even pas in de oven gedaan. Omdat ik eigenlijk de eten van vanmiddag laat heb gemaakt en dan daarna niet zo heel veel trek. Dit is logisch en dit is er één keertje gebeurd. En dat gaat sowieso niet vaker gebeuren natuurlijk. Maar af en toe heb je momenten dat je later gaat eten. Dus, en dat is even één keer voorgekomen. Ja. Ik ga in ieder geval nu even lekker lasagne eten. En dan... lekker achter relax, achter de computer. Zie ik Jan Willem al te kijken. Superleuk is dat. En dan ga ik nu even lekker lasagne een stukje snijden eerst. Want dan kan ik beter eten. Dus laten we dat even lekker nu doen. En dan zie je echt enorm benauwd. Maar als ik weer de ventilator aanzet, is het weer, vind ik, weer eigenlijk te koud. Ondertussen ben ik lekker lasagne aan het snijden. Dat jullie dat al weten. En jullie hoorden misschien nog een tik. Zo. En wat ik heel mooi vind, ben ik vergeten om hier op terug te komen. Ik vind het super mooi dat jullie begrippen hebben dat als ik op vakantie ben, dat ik dan even lekker vakantiemomentje heb. En dat is ook logisch. En dat vind ik heel mooi dat jullie er begrip voor hebben. Ja, dat vind ik gewoon heel mooi eigenlijk, dat jullie dat vinden. Zo, die is een beetje warm. Wel logisch. Maar wel ongelooflijk lekker. Dan ga ik daar lekker hiervan smullen. Ga ik lekker eten. Ik weet niet of het goed is vanuit de zon, snij ik dadelijk even goed. Ga ik nu lekker lasagne eten. Lekker muziekje luisteren en lekker YouTube kijken. Zo, ik ga nu even lekker afwassen. Alleen, dan kan deze stopje wel eruit. Zo. Oh, zo, dat is ook weer gebeurd. Nou, komt wel goed.
De handen worden wel droog, maar ik ga even hier schoonmaken, hier en daar. Dus als we even stofzuigen, nou, dat moet af en toe wel gebeuren. Dat is wel het belangrijkste natuurlijk, als je op jezelf houdt. Maar ik weet natuurlijk niet of jullie dat ook nog weten. Ik had mijn andere stofzuiger overleden, dus laten we zo zeggen. Dus die moet ik opnieuw eigenlijk naar mijn moeder een berichtje sturen erover. Maar de begeleider zei er al van, dan heb je mijn moeder, een berichtje gestuurd. Maar ik vergeet het constant. Maar ja, want misschien zit daar nog garantie op natuurlijk. Kan ik gewoon laten maken. Om zo te zeggen, of ik kan het nieuw krijgen ervoor. Maar ik ben zo type, laat me zitten. Ik weet niet wat het is. Ik ben zo type, zo zit ik in elkaar en denk ik, ach ja, komt wel goed. Maar wel ben ik blij dat ik wel deze stofzuiger al bewaard heb. Ik zat te denken, ik ga hem niet wegdoen. Waarom niet? Voor mij heb ik al een tijd geleden toen ik die kreeg, had ik al voor mezelf gedacht, of heb ik al in een vlog over gehad, ik ga die nooit wegdoen. Waarom? Stel je voor dat hij zou kapot gaan, bijvoorbeeld nu, dan heb ik alsnog stofzuiger en kan alsnog stofzuigen. Dus, wat ik al zei, ik ga nu even lekker stofzuigen. Ik heb even lekker opgeruimd te hebben en lekker raam rolgordijn open en dan heb ik weer trek om te snacken. En ik begin ook al een beetje al in te kakken, heb ik nu ook alweer. Dat is typisch ik. Ja, deze maar, ik heb niks anders. En dan ga ik lekker daar klaarmaken. Om ook dadelijk wel richting bed te gaan, want het is al 12 uur bijna geweest. Dat moet ook weer gebeuren. Wat ik ook ga doen is zelf een heerlijk water vullen. En dat is gewoon nog steeds benauwd hoor hier zo. 25 graden. Wauw. Dus, maar ja, komt goed. Ik moet gewoon even raam opengooien dan. Oh, lekker koud water. Het is lekker jongen. Oh, koud. Oh, vooral als je warm hebt, is koud water even op je handen, is wel lekker. Ik weet nog toen met voetballen ook, toen had ik ook, of viel het mee. Voor mij viel het toen nog mee. Ah. Ah. Het water is zo lekker tegen de dorstheid. Dat is zo lekker dat er is gewoon water als je ongelooflijk dorst hebt. Zo, kan ik even van genieten. Lekker een bakje, lekker bidonnetje water. Ik ga lekker klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Ik moet morgen weer werken. Ik heb thuis eigenlijk helemaal geen zin. Maar ja, het moet gebeuren. Dus ik ga lekker alles op slot doen. En dicht doen. En lekker een bedje in duiken. Morgen weer een dag. Morgen. Ja. Wat ik al zei, werken. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Ja, in ieder geval. Ik hoop van wel. Ga er vanuit. Ik laat dat die vallen. Heel handig voor mij. Oh, ik ben altijd zo onhandig. Zo ben ik ook gewoon. Oh. Echt typisch ik. Ik had trouwens over gisteren gesproken. Ik had het best wel benauwd. Slecht kunnen slapen. Want ik werd 4 uur kon ik pas slapen. Ik had wel heel veel dingen. Maar ja, ik had er weer wel ruim. Wou ik even eruit. Dus dacht ik even buiten even drinken. Maar ja, toen is het op en 4 uur geworden dat ik ging slapen. Maar nu is het 12 uur volgens mij. Of net 12 uur. Even kijken. Ja, op 21:12. En dan ga ik nu weer, wat ik al zei, lekker een bedje induiken. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd? Zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers een groene vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik ben lekker gezellig bij Arie geweest. Ik ben al een uur of 12 ongeveer. Voor 12 ben ik naar Arie toe gelopen. En we hebben lekker gezellig bij hem gegeten. Het was super gezellig even met hem te babbelen.
En ik dacht, weet je, twee dingen.